Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe IGN Masterclass. We zitten hier met Theo en dan hebben we het natuurlijk over Hearthstone. Ja, we gaan het vandaag hebben over Hearthstone en in het specifieke over de Reno Mage. En de Reno Mage die is eigenlijk redelijk nieuw dit seizoen, toch? Ja, zeker. Zeker met de Kazakhs erbij is het echt erg goed geworden. Het werd heel af en toe gespeeld voor de nieuwe uitbreiding, maar nu is het echt een van de beste decks. Ja, en het is ook een vrij leuk deck om te spelen, volgens mij. Ja, dat klopt. Je hebt heel veel mogelijkheden altijd. En het is ook erg goed tegen aggro, wat denk ik voor iedereen blij maakt. Ja, want de aggro shaman is nog steeds erg populair op de ladder. Misschien nog wel het beste deck om te spelen, mocht je legend willen worden. Ja. Maar goed, de Reno Mage. Laten we even kijken welke kaarten stop jij sowieso in dat deck. En welke zijn de techkaarten die je nog wel eens aanpast. Ja, nou, dit zijn dus de core van Reno Mage, denk ik. De kaarten die ik eigenlijk altijd erin zou stoppen. Het is natuurlijk helemaal bekende kaarten. De Kazakhs Reno, die stop je er altijd in natuurlijk, in een Reno deck. Echt zo, Kazakhs is gewoon zo sterk. Verder nog wat kaarten zoals Alexstrasza. Gewoon, je kan jezelf healen na een iceblock als je bijvoorbeeld geen Reno hebt. Of je tegenstander op 15 zetten als je bijvoorbeeld de Fireball, Frostbolt en de Torch in je hand hebt. Ja. Verder heb je ook nog wat kaarten tegen bijvoorbeeld Controids, zoals Manic Soulcast, dat kan erg goed zijn. Kan het namelijk comboen, Bran. Met Kazakhs en Soulcaster. Wat betekent dat? Je krijgt 2 Kazakhs potions. Die zijn natuurlijk erg sterk. Zeker in control matchups krijg je gewoon 2 keer voor 10 mana. En nou, er is niemand blij om tegen te spelen. En met zo'n dubbel Soulcaster krijg je ook nog eens 2 Kazakhs in je deck erbij. Dus heb je uiteindelijk gewoon 4 Kazakhs potions door de hele game. En maar weinig decks kunnen dat verslaan. Ja, dat klinkt vrij onverslaanbaar. Mochten jullie dit deck dus willen gebruiken, maak even een screenshot. Dan kun je alle kaarten mooi overnemen. Maar dit zijn 26 kaarten, Theo, die je altijd gebruikt. Klopt. Waarmee jij mooie combo's kan maken. Maar er zijn ook een aantal techkaarten. Mm-hmm. En die pas je aan wat je op de ladder ziet. En welke zijn dat precies? Ja, klopt. Nou, dit zijn natuurlijk al 26. Dat is best wel veel eigenlijk. Ja. Dan hebben we hier de techkaarten. Het zijn behoorlijk wat. Dat hangt vanaf vooral van wat je wilt targeten eigenlijk. Waar je goed tegen wil zijn. Bijvoorbeeld een Frost Nova, Ice Barrier of MC-Tech en Twilight Flamecaller. Dat zijn bijvoorbeeld kaarten die je tegen agressieve decks wil gebruiken. Die Frost Nova en Ice Barrier help je natuurlijk met health krijgen. Ja. En MC-Tech is goed tegen bijvoorbeeld Pirate decks, zoals Shaman en Pirate Warrior soms, die gewoon veel minions op het bord gooien. En dan als je er één stilt, en zeker als het hele sterk is, dat erg handig. Zo'n Twilight Flamecaller is ook handig, omdat je bijvoorbeeld een Patches gelijk ermee kan doden. Ja. En een kleine body er krijgt. Verder heb je nog andere kaarten die je bijvoorbeeld tegen Control liever zou willen hebben. Iets als Antonidas. Kan goed zijn tegen Control, omdat je daar gewoon een lange game hebt. Kun je wachten ermee tot je een combo hebt. Dan doe je Emperor op het bord en dan kun je bijvoorbeeld 4 of 5 Fireballs krijgen. En ook dat is best wel lastig voor veel decks om te counteren. Verder heb je nog een combo die je niet heel vaak ziet. Een Inkmaster Solia, dus Pyroblast. Dat is eigenlijk een combo die je alleen samen wilt spelen. Ja. Is beter tegen decks als Reno Mage of Reno Warlock. Ja. Omdat je hebt Inkmaster Solia, kun je spelen. Ik denk dat je volgend spel 0 kost. Ja. Daarnaast speel je dan Pyroblast. Voor 0 mana eigenlijk. En dan heb je dus 10 damage. Heb je nog 3 mana over. En dan kun je bijvoorbeeld met de Torch 16 damage in totaal doen. Ja, dat is een hele hoop. Ja, en dan vaak verwachten ze dat niet. En je kunt een beetje normaal weten als Reno Warlock van zoveel burst hebben ze. Ze hebben bijvoorbeeld een Fireball gebruikt. Dan denk je van ja, die heeft nog een Frostbolt, een Torch. Ja. Kan die maximaal 10 damage doen. Maar ja. Dan gaan ze bijvoorbeeld op 12 zitten. Maar als je dan zo'n verrassende Pyroblast hebt, ja, dan kun je die game eigenlijk snel even wegpikken nog op het einde. Klopt. Hey, maar jij speelt natuurlijk vrij veel. En jij hebt deze week natuurlijk ook met Dick Deck gespeeld. Mm-hmm. Wat raad jij nou aan qua techkaarten wat mensen moeten pakken? Ja, nou, ik heb volgende deck veel gespeeld op de ladder. Ze is erg succesvol tegen zowel Aggro Shaman als Pirate Warrior. Nou, als je ziet, de techkaarten die ik voor heb gekozen zijn de Ice Barrier, de MC-Tech, ja. Dus allebei tegen aggro, Courier, die best wel flexibel is qua kaarten die ik kan krijgen. Eén keer heeft een vroeg gered tegen Pirate Warrior, omdat ik de 12 heal kreeg, de Great Healing Potion. Ja. En ja, 12 heal erbij, dat is behoorlijk wat. Zeker. En verder heb ik nog de Cabalist Tome. Je kan ook een Ethereal Conjurer kiezen, ja. Maar dit is eigenlijk 2 extra spells vergeleken met Conjurer, in plaats van een 6-3 body. Dus dit is ook, kan erg goed zijn. Ik heb wel eens gehad dat ik hiermee 2 extra tomes kreeg. Zag ik ineens met zoveel tomes in mijn handen dat ik niet wist wat ik ermee moest doen. Dus, en het kan ook de tegenstander verrassen als je bijvoorbeeld 3 secrets krijgt.
Dan kun je verschillende secrets spelen. Tegenstander wilt om alles heen spelen, maar dat is vaak lastig. Ja, zeker. Jij speelt dit omdat je natuurlijk veel Ego Shaman tegenkomt op de ladder. Ja, heel veel. Ja, nou, dat zullen de mensen thuis denk ik ook wel ervaren nog steeds, zeker in de hogere ranks. Meer dan 50% kom ik of Ego Shaman tegen of Pirate Warrior. Het is echt enorm veel. En als we het toch over die matchups hebben, welke matchups zijn goed voor de Reno Mage en welke wat slechter? Nou, zoals ik zei, die aggro matchups, zoals Pirate Warrior en Aggro Shaman, is dat erg goed tegen. Natuurlijk omdat je die Reno hebt. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Reno Warlock heb je nog meer removal early. Je hebt heel veel spells. Frostbolt, Torch verder nog heb je de Ice Block. Ja. Wat natuurlijk altijd jou een extra beurt geeft. Wat vaak als Reno Warlock het geval is, dat je op bijvoorbeeld turn 5, als je dan dood bent tegen een Pirate Warrior. Nou, met zijn Ice Block ben je niet dood turn 5. En dan turn 6 kun je bijvoorbeeld Reno nadoen. Verder heb je ook nog een goede matchup tegen Control Warrior. Omdat die heel veel AoE removal spelen. Of zwakke removal. Tegen alle aggro decks. Zoals bijvoorbeeld Revenge en Brawl. Maar dit deck speelt vooral alleen maar één minion per beurt. En niet van die kleine minions. Dus die kaarten worden minder. En een Control Warrior kan je gewoon niet op tegen bijvoorbeeld die combo die we het over hadden. Ja. De Bren, Kazakus, Soulcaster. Dat gewoon zoveel minions komen, zoveel removal heeft het deck niet. En het deck, een Control Warrior kan je eigenlijk ook nooit doden. Ja, en even snel tussendoor, waar wil je niet tegen spelen? Wat is echt een slechte matchup voor jou? Een slechte matchup bijvoorbeeld Jade Druid. Ja. Omdat dat deck gewoon nooit in fatigue gaat. Dus je kan bijvoorbeeld niet gaan voor dat je... Dat de kaarten opzijn, threats, zeg maar. Zeg maar, alle threats kan dood. Ja. En dat ze dan niks meer hebben, want ze hebben die Jade Idol. En dan shufferen ze weer 3 Jade Golems in het deck. En dan komt er weer een 11-11, een 12-12. Ja, 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 kun je gewoon niet tegenop. Dus dat is een van de slechte matchups. Verder is er nog Priest. Het zijn wel Dragon als Reno, omdat die heel veel threats hebben. En dan bijvoorbeeld kunnen kiezen met de Dragonet Operative. En de Netherspite Historian. Kunnen bijvoorbeeld voor grote draken kiezen als Ysera. Ja. Die ze ook al zelf spelen. En dan is Ysera. Misschien een Polymorph. Doen ze nog in Ysera. Dan weet hij ze blij. Ja. En dan hebben ze nog veel andere grote draken. Met heel veel health vooral. Wat dat is wel lastig om ze op te doden. Maar desalniettemin, je komt veel Ego Shamans tegen. Dus dit deck is gewoon hartstikke leuk. En hartstikke effectief ook om te spelen. En die match begint. Wat wil je als liefste zien tijdens de mulligan? Natuurlijk Reno. Dat is echt de kaart die je eigenlijk altijd wil zien. Reno Jackson, die wil je alvast in je hand hebben. Eigenlijk in elke match. Dat maakt niet uit. Want het is gewoon goed als je een keer achterkomt. Tegen elke matchup kan het zijn dat die een tegenstander de perfecte start heeft. Ook tegen wat langzaam matchups. En dan wil je toch die Reno hebben van gewoon de zekerheid van dat je kan healen. Tech is niet voor niets eromheen gebouwd. Ja. Verder wil ik eigenlijk ook altijd Kazakus hebben. Die kaart is gewoon zo sterk. Maar je speelt op turn 4. En op turn 5 kun je eigenlijk van alles hebben. Je kan board clear hebben. Je kan een polymorph. Je kan armor. Resurrect. Minions. Ja. Het is gewoon zo flexibel. Zo sterk. Verder hangt het af van de matchups dat je wil hebben. Bijvoorbeeld tegen aggro. Wil je vaak Doomsayer hebben. En dus ook tegen Aggro Shaman, Pirate Warrior en de Ooze. Verder is altijd een Babbling Book goed, omdat het gewoon een mooie turn 1 play is. En het eigenlijk slecht wordt des te later het gespeeld wordt. Ja. En tegen Control kun je nog wat langzamere kaarten houden. Zoals bijvoorbeeld de Arcane Intellect. Als je graag wilt rollen, omdat het toch een langzame matchup is. Bijvoorbeeld tegen Reno Warlock zou je het kunnen houden. Over nadenken omdat je vaak toch niks turn 3 hebt. Speel je gewoon Arcane Intellect, heb je meer kaarten, meer antwoorden voor Reno Warlock's grote kaarten zoals Twilight Drake en de Mountain Giant. Oké, nou dan denk ik dat de kijkers thuis goed aan de slag kunnen met de Reno Mage. Mochten jullie nou andere decks of andere games interessant vinden, dan zit je al goed bij de IGN Masterclass.